Meer dan 500.000 Nederlanders hebben de grootste moeite om het verplichte eigen risico van €350 op te hoesten. Naar bijvoorbeeld een ziekenhuisopname. Ze maken steeds vaker gebruik van een betalingsregeling bij een zorgverzekeraar. En voorkomen op die manier de komst van de deurwaarde. Bij ons aan tafel zit financieel expert Annemarie van Gaal. Hartelijk welkom, Annemarie. Schrik jij van zo'n getal bij 500.000 mensen? Nee, jammer genoeg niet. Op dit moment is het zo dat 1 op de 10 huishoudens die leeft echt in armoede. En 4 op de 10 huishoudens hebben problemen wel eens of regelmatig om hun rekeningen te betalen. Dus ik schrik daar helemaal niet van. Nee, betekent dus wel dat die mensen blijkbaar dus geen financiële buffer hebben? Nee. Ja, en dat is echt een probleem aan het worden op dit moment. Want je ziet dat cijfer van die 4 op de 10 huishoudens, dat zie je steeds verder omhoog gaan. Ik merk het ook om me heen. Niemand heeft, tenminste bij de gezinnen waar ik kom, die horen dus bij die 4 op de 10. Nee, die hebben allemaal geen financiële buffer. Het is ook een lastig ding eigenlijk, zo'n zorgverzekering. Want in principe, als je 1 keer in een ziekenhuis belandt, kan je dus opeens een rekening van €350 op je mat vinden. Ja. Ja. En dan gaat het hard. Ja, en ik wil mensen ook vooral op het hart drukken om vooral de zorgverzekering wel te betalen. Want als je hem 6 maanden niet betaalt, dan word je overgeheveld naar het CVZ, het College van Zorgverzekeraars. Maar dan krijg je 30% boete bovenop je premie. Dus in plaats van, dan heb je het al zwaar en dan ben je al, kun je al 6 maanden je premie niet betalen. En dan krijg je 30% boete en dan krijg je ineens met 5 verschillende partijen te maken die jouw ziektekostenpremie gaan incasseren. En dan zie je door het boom het bos niet meer. Dus, nee, dan gaat het heel hard. Dan heb je dus een schuld, die moet je af gaan betalen, plus je hebt een veel hogere ziektekostenverzekering. Precies, en die 30% die wordt geïncasseerd door het CJIB, Centraal Justitieel Bureau. Je krijgt deurwaardes voor de 100% voor de eerste 6 maanden. Je krijgt deurwaardes voor de boete, voor de laatste. Nou, dan zie je door de boom het bos niet meer. We hebben aan de telefoon Karen van Rijzenwijk en zij is van de VGZ. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, even voor de duidelijkheid, in welk geval moet een verzekerder nou het eigen risico betalen? Nou, het eigen risico, dat zijn de eerste €350 van zorgkosten die, voor een verzekerde gemaakt worden. En die zijn bij de meeste zorgkosten is dat eigen risico van toepassing. Dan heb je het bijvoorbeeld inderdaad over het ziekenhuis, over geestelijke gezondheidszorg, over geneesmiddelen. Eigenlijk de meeste zorg is het eigen risico van toepassing. En een aantal zijn vrijgesteld door de overheid. In ieder geval de huisarts is vrijgesteld van het eigen risico. En kraamzorg en verloskunde is ook vrijgesteld van het eigen risico. En dan kunnen zorgverzekeraars zelf nog bepalen of ze ook nog andere delen vrijstellen daarvan. En zo is bijvoorbeeld bij VGZ zijn de preferente geneesmiddelen vrijgesteld van het eigen risico. En wat valt onder preferente geneesmiddelen? Dat zijn de geneesmiddelen die wij hebben aangewezen als middel dat vergoed wordt door VGZ. En daar hoeven dan mensen geen eigen risico voor te betalen. Maar wat voor middelen moeten we dan aan denken? Zijn dat de veel voorkomende middelen of veel gebruikte middelen? Ja, dat zijn heel veel voorkomende geneesmiddelen, ja. Ja. Nou maken steeds meer mensen gebruik van een betalingsregeling. Hoe komt het, denkt u, dat er een stijgende lijn is? Nou, er zijn een aantal oorzaken voor aan te wijzen, denken wij. Het is natuurlijk zo dat de overheid die heeft het eigen risico verhoogd afgelopen jaar. Voorheen was het €220 per jaar. Dit jaar is het €350 per jaar. Dus dat scheelt natuurlijk al een stuk dat mensen dat eerste stuk zelf moeten betalen. Ja. Dus dat is een belangrijke verklaring voor die stijging. En daarnaast hebben we helaas te maken met moeilijke economische omstandigheden. Dus dat, wij denken dat daar ook een deel van de verklaring in zit. Dat er meer mensen niet zomaar in 1 keer die €350 kunnen betalen. Maar goed, gelukkig kiezen wel steeds meer mensen ook voor een betalingsregeling. Inderdaad, en zo kunnen ze voorkomen dat ze in die regeling na 6 maanden komen. Want dat is echt iets wat je wilt vermijden. En daarom proberen wij mensen ook zoveel mogelijk en zo snel mogelijk van zo'n betalingsregeling gebruik te laten maken. Want het is dan natuurlijk wel zaak om dat zelf in de gaten te houden. Dat je niet te lang dus wacht naar die 6 maanden. Ja. Maar kunt u concreet iets doen om het op te lossen? Zoveel mogelijk mensen ervan op de hoogte stellen dat die betalingsregelingen er zijn. Dat doen we eigenlijk al meteen als we de rekening voor het eigen risico toesturen. In die brief staat het al vermeld. Van u kunt gebruik maken van een gespreid betalen. Ja. En, en we hebben ook heel soepele regelingen. Mensen kunnen bijvoorbeeld met een minimaal tarief van €25 per maand kunnen ze al een regeling treffen. En we rekenen ook geen rente daarover. Dus wij vinden het ook het beste als mensen
wel zo'n regeling treffen. Dat het is voor iedereen het beste natuurlijk. Ja, absoluut. Ja. Hartelijk dank voor je toelichting, Karin van Rijzenwijk. Graag gedaan. Annemie van Gaal, wat zou je mensen aanraden? Wat kunnen ze doen zelf om te voorkomen dat ze het niet kunnen ophoesten? Ja, het enige wat je kunt doen is toch een buffer opbouwen. Want we hebben het hier over de zorgpremie, waar je een betalingsregeling voor het eigen risico kunt afsluiten. Maar je hebt natuurlijk ook te maken met een jaarafrekening die van de energienota die kan tegenvallen op het moment dat er een koude winter is geweest. Dus je blijft met onverwachte uitgaven zitten. Dus zelfs mensen met een uitkering, met een AOW, spaar alsjeblieft. Desnoods een kleine beetjes die precies. Dat bedrag bij elkaar, de 350 euro, zodat als het in één keer betaald moet worden, dat je het in ieder geval hebt. Ja, en vergelijk. Kijk, voor alles is een goedkope alternatief. Dus je kunt. Ik ben nog nooit ergens binnengekomen waar ik niet een paar posten kon schrappen uit de maandelijkse uitgaven. Maar je kunt ook. Blijf vooral premies naast elkaar leggen, energienota's naast elkaar leggen. Blijf vergelijken, al scheelt het maar 2 tientjes per maand. Op jaarbasis is dat toch misschien net het bedrag wat je tekort komt om die ene rekening te betalen. Ja, en leg dat geld alsjeblieft opzij, want in één keer het ziekenhuis in en je bent gewoon aan de beurt. Precies. Goed, hartelijk dank voor je komst en uitleg. Dank je wel.